We zijn bij Veilinghuis BVA Auctions in Zwolle, in een hal waar de spullen uit het Easy Life faillissement uitgestald staan. In totaal staan hier 11 auto's en het gaat om zeer exclusieve stukken. Met deze Porsche reed John Wolbers zijn rally en daar kwam hij mee aanrijden in Nederland toen hij naar het politiebureau ging. We hebben hier een Rolls Royce, 3 Ferraris en het pronkstuk van de veiling is de Ferrari F40 en die staat hier in het midden. Openingsbod van dit exclusieve racemonster is zo'n slordige €150.000. Toch al gauw 5 modale bruto jaarsalarissen. En voor die 1,5 ton gaat die echt niet weg. Als iets bovenmodale verslaggever wil je ook wel eens meemaken wat de nieuwe eigenaar straks gaat voelen als hij achter het stuur van deze F40 kruipt. Nou, dat zit toch niet zo heel makkelijk als je wat langer bent. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik hier vanuit Portugal mee naar Nederland rijd. Naast de auto's komen er ook nog diverse exclusieve stukken onder de hamer. We hebben de wijnen, de juwelen, de horloges. En we zijn verder nu bovendeel de kantoren aan het veilen waarvan vanavond de sluitingsdatum is. Dus vanaf 6 uur gaan we die sluiten. Voor de inboedel van de kantoren bent u dus te laat. Maar als u nog een leuk horloge zoekt, kunt u wel terecht bij de veiling. Wat dacht u bijvoorbeeld van dit Frank Muller horloge, bezet met briljant en met een nieuwwaarde van om aan nabij de €180.000. Maar dames, helaas, het is een herenhorloge. Een koopje is deze Bos Hos motorfiets van Frans Oosterbos met een startbedrag van slechts €1200, terwijl het zadel alleen al zo'n €20.000 heeft gekost. Wilt u ook online een kijkje nemen of er iets van uw gading tussen de veile spullen zit? Ga dan naar bva-auctions.com. Mensen kunnen via jullie website bieden? Ja, mensen moeten zich van tevoren registreren met door middel van een paswoord en een wachtwoord. Dan krijg je een verificatie van de adresgegevens en op het moment dat ze toegang krijgen, dan kunnen ze participeren in de veiling. Klopt. De veiling sluit op 3 maart om 6 uur 's avonds.